Want ik wil je even meenemen in het eerste verhaal wat jij maakte. Op basis van toen tel ik over Beer. Waarom ben je jouw eerste verhaal gaan maken? Het was niet mijn eerste verhaal, dat wil ik wel even als nuance zeggen. Het was voor mij wel een turning point, een keermoment in mijn leven. Mijn zus is een tijd geleden, 8, 9 jaar geleden overleden. Zij was jong en zij heeft ook een dochter. En wij hebben samen, zij was ziek, kanker, en wij hebben samen... in aanloop naar haar overlijden, want dat was wel duidelijk, een verhaal gemaakt omdat zij het ook heel belangrijk vond dat haar begrafenis niet een... Het was natuurlijk verdrietig, maar niet een traumatische ervaring was voor haar dochter en voor klasgenootjes die erbij zouden zijn. En bovendien wilde mijn zus ook graag de boodschap meegeven van, joh, ik ben daar niet zelf fysiek, zeg maar, meer... Maar ik ben daar op een andere manier wel altijd voor jou. Als ik het zo vertel, nou, misschien hoor je dat wel, voel ik mijn keel ook. En dat is ook goed. Haar dochter? Haar dochter was toen 7. Echt heel jong. Was ook heel bang dat ze geen herinneringen aan haar moeder had. En mijn zus was ook heel bang dat ze geen herinneringen, nou ja, dat die weg zouden. En juist daarom vond mijn zus het ook belangrijk om naar haar een verhaal mee te geven wat de rest van haar leven bij haar zou zijn, bij haar dochter zou zijn. En dus wij hebben samen dat verhaal gemaakt, basis van een, ik geloof een Walt Disney film ook, van Grote Beer, Kleine Beer. Maar ook op basis van een aantal verhalen van Toon Tellegen, waar mijn zus dol op was. En nou, eerlijk gezegd, wij hebben samen de elementen van het verhaal samen uitgekozen, maar ik heb het verhaal pas echt kunnen schrijven toen ze al overleden was. Het zal natuurlijk ook met jezelf te maken hebben dat de dood is iets... die vinden wij lastig in de westerse maatschappij, terwijl die ook echt bij het leven hoort. En ik er ook nog steeds met heel veel verdriet, maar ook met heel veel dankbaarheid aan terugdenk. Maar even terug naar het verhaal. De boodschap die mijn zus graag wilde meegeven is van, joh, ik ben er op aarde niet meer, maar ik ben een ster in de hemel. En ik heb daar dus een verhaal van gemaakt en dat ook verteld op de begrafenis. Voorgelezen. Ik vond het vertellen toen nog heel spannend. Maar wat ik wel gemerkt heb, en dat was mijn persoonlijke turning point... het was een heel verdrietige begrafenis. En op het moment dat ik dat verhaal vertelde, of verteld had, voelde je in de hele zaal, het was de stampes vol, voelde je ook een soort positief gevoel naar boven komen. Van ja, ze is er ook, ze is op een andere manier, ze is hier nu ook, zeg maar. En dat was voor mij ook het moment dat ik echt de kracht van verhalen ervoer. En eigenlijk ook het moment waarop ik besloot, ik wil hier meer mee. Ja. En het is voor mij ook het beginverhaal, zeg maar, van mijn eigen bedrijf. De basis, het fundament waar ik mijn bedrijf op opgebouwd heb. En wat ik ook koester. Ja. Wat ik zeker niet altijd zomaar vertel. Maar wat ik wel koester. Want je merkte de kracht van het verhaal op die begrafenis. Wat heb je daarna gedaan? Veel gelezen, maar... Nee, ik ben begonnen met een basistraining verhalen vertellen. Bij de Vertelacademie. Gewoon, ik wilde zelf professioneel verhalen vertellen worden. Dus dat is wat ik als eerste gedaan heb. En vandaar is het balletje een beetje gaan rollen. Ik was toen ook nog docent. MBO, MBO 1-2, mentorlessen. Nou, daar mag je ook wel een hoop dingen bespreken in sommige gevallen. En ook daar merkte ik hoe goed verhalen hielpen. Ik heb sociale vaardigheden, zeg maar, bespreekbaar gemaakt aan de hand van verhalen. Ook daar merkte je al dat door die jongeren een verhaal te vertellen, dan kreeg je andere gesprekken.
het, nou ja, het gij zult, dat werkt niet nee. bij jongeren. Zeker niet ook bij bepaalde groepen, zeg maar, op het mbo. En met verhalen kon je dat makkelijker en konden zij het ook makkelijker aannemen. Konden zij het ook makkelijker, ik kreeg er, als ik eraan terugdenk, mooie tijd. Ja. En dat is wat ook weer wat verhalen doen. Mooi. Werkt heel intuïtief. Ja, het verhaal is sterker dan de les. Ja. We onthouden ook altijd, we onthouden maar 10% van de woorden. Maar wat we echt onthouden is het gevoel wat je mensen meegeeft.